ze heeft een broek. En houdt het niet. Nee, pa houdt niet. Je kan geen korte broeken meer krijgen. Oh ja, zo ken ik het. Zo? Ja. Pak die andere. Andere kant. Kom maar naar buiten. Hé, tijd klopt nu niet. 3:15 is het hier. Deze hier alvast. En de rest is hier wel. Die wil je niet daarheen. Dat die kijk maar, half van de eerste lucht. Die kan de voorkeur. Mooie lachtjes of zo. Mooi hè? Hoi! Niet meer hier vandaan, schat? Ja, door de afgebomen dan wel. Ik heb er nog meer. Ik kan daar ook een aan vastmaken, Gerard. Hey. En dan weer schuim hierheen. Daar vandaan? Ja. Overheen? Langs de afgebomen zo naar het hoekje. Ik ben er over,
kijken. Ja, maar ik heb er nog één hierna. Ja, hou maar vast nog. Ze neemt het ook nog een stuk of 6. Wil je zo nog naar het dorp? Ja. De tijd klopt niet, Remco. Nee. Goed, joh, kom ze weer aan. Zet die tijd er dan uit. 8:55. Ja, haal die tijd maar uit. Doe maar 17. Ja? Helemaal. Als je nou eens gisteren niet, dan komt dat met verf. Een stipje maken. Ik heb de tuin niet in, hè? Telefoon. Toch kijken. Zo, de hand. Eerst is een C. Ja, voor je neus. Nou, dat is echt weer niet, hoor. Hier weer, dit krijg ik 4 letters. En dan krijg ik. Ja, dan moet je dus 4 onder 8. Dus dan moet je een meter van deze kant af nemen. Als je een beetje verhoudingen wil houden. Dan heb ik nog een stukje water. Dus je hebt 1,50 meter. Zo, dat kan je doen. Kijk, dan heb je 1,50. Ja. Nee, het lees je niet zo. Ben je nog geen doek meegebracht? Nee, zo'n stikken zeg ik nou ook niet over.
Ja, hij knijpt wel meer. Kijk eens toch. Te snel, hè. Haastige spoed. Zelfde goed. Beter als een spuitbus in ieder geval. Wat jij? Stinkt wel. Ja, dat is legerverf. We hebben een mooi spandoek gemaakt, hè? Ja, dat is van je eigen verf. Daar is ons hele huis mee geverfd. Sst, moet niet verraaien, joh. Nee, niet met deze kleur. Bijna. Dit is grafietgrijs. We hebben gewoon grijs, alhoewel dit er wel op lijkt. Ze hebben de verkeerde verf in de verkeerde pot gedaan. Lijkt het wel. Dan moet je de E hebben, die zit hier erop. Oh, die hoef ik lekker niet schoon te maken. Nou, ik hoef niet alles erop, hoor. Ja, als hij zo af is. Nee, maar voordat we hem te pakken hadden, ik liep met van alles en nog wat in mijn handen. Nou, ik heb weer een zaken. Papa had hem op zijn neer gebracht. Ja, dat heb ik hem gebracht, maar toen wou Erwin terug en toen pakte hij me zijn arm omhoog, want hij wou hem wel terug. Maar nee, ja, dat moet toch wel nog even. Chris heeft zeker van kleintjes. Papa had van het werk hele kleintjes meegenomen. Hij leeft waar ze zijn. Hij had beter gepast, hè? Is in de helft waarschijnlijk. Ik denk het. Staat wel wat. Nee. Ik ken het nou, hè? De krant zit er toch voor met deugd. Nee, maar er stond nog wat over Bosnië in. Zei Tantaan. Waar is dat? O, vlekjesmaker. Compeet? Ja, dat zie ik ook. Ja. Oeh, ja, Nederlandse taal. Zeer moeilijk. Niet hard druk op die M, want die zit naast. Oh jong, jong. Oh, ja, gelukkig dat nou de E komt. Knij het. De E. Moet ik nog de T? Zometeen. Dus jij niet, hè? T. Wel koffie, hè? Ik zou wel anders opleggen, jou was. Nee hoor, eentje zo laten. Eén zo laten. Nee, tof! Tof! Nee, niet doen! Nee! Tof man. Lekker expres. Kijk hoeveel commentaar we krijgen. Hebben ze niet eens in de gaten, joh. Ja, ik vind dat niet normaal. Ik vind het echt zonde dat het hele spaan doet. Waarom? Dan zeggen ze, ah, baby super. Nee, dat vind ik echt stom. Waarom? Ik weet niet. Jezus, moeders. Goh. Geintje begon. Krijg toch een beetje lol in het leven, zeg. Dat vind ik nou. Hoe oud ben je nou? Elke keer lol gehad. Jongen.
Zonde van het laken. Nee, dat vind ik wel echt stom, sorry. Maar... Ik vind hem gaaf. Okay. Beter als zij wij. Zo. Beter als zij wij. Ja. Vind ik. Dan ben je letter vergeten, nou niet. Echt, man. Nou is het mooi. De thee. Wil je die ook ondersteboven, achterstevoren, vooruit, achteruit? Mag ik iets zeggen? Dan moet je niet plakken. Ik vind hem leuk. Ik kijk nou echt de humor niet. Sorry. Je lacht wel. Schiet. Ik vind hem leuk. Nou, ik niet. Nou, ik wil. Peter, kom het eens afkeuren. Peter, bemoei je eigenlijk niet mee. Blijf bij je vrouw. Hoe is dat? Zo, Hans bijt je hier. De bus verf moet weg. Oké. Okay. Oh, gooit hem maar overheen. Ik heb echt nieuw beginnen. Drukken. Nee, je moet eerst lampje branden. Dat hoort hij gelijk te doen. Toch een nieuw batterijtje kopen. Nog plakken. Ze zijn al een beetje aan. Ik heb er al anderhalf uur op zitten hoor. Nee, maar ik ben niet aan gedaan. Februari. Ja, zitten ze er al bijna anderhalf jaar op. Wij denken ze dat we Japanners zijn. Japanse keer ook in de oven. Wij denken ze dat we Japanners zijn. Ik heb van die hoekjes tussen die rondjes uit. Moet die er ook tussen plakken? Dat is toch allemaal wat soort. Ik ken ook met zo'n holpijpje parfait die hele kleintjes maken. Volgens mij zit je niet nog wel. Hoe gaat ze dat beklaagd doen hoor? Jij. Nee. We kunnen toch niet meer terugdraaien. Nee. Terugdraaien doen we niks meer. Nou, ik vind hem leuk. Ah, het is tenminste te lezen. Wat toch een geintje voor. Ik vind hem heel leuk. Ik ook. Ja, ik had lang in de dat laatste letter dwars doen. Hey. Ik wou meer zullen doen. Maar weten we dat dus morgen voor de volgende. Zo omhoog. Hey. Zo ja. Omhoog. Ja. Wat omhoog. Schuin omhoog. Ja, die laatste drie letters. Maar weten we dat voor volgend spandoek? Nooit meer met een spuitbus. Gewoon met een buswerf. Blijf beter zitten. Horloge onder de verf. Ja, Edwin en Diana zijn er dus. Hier nog geluk, moe? Gaan wou ze allemaal omdraaien. Gaan wou ze omhoog laten doen. Hier kan die wel, dat is wel goed. Ja. Sky Radio. Ik denk het wel zoiets. Radio 10 is het niet, dat hebben wij op ons werk. Het is allemaal aan de troep. Drie keer op het dag hey, hadden. Batterij is leeg. Nou, mag je hem zeker. Hij is hartstikke vol. Zo. Goed gedaan, joh. Mag ik een paar bijen? Nee, zat. Rent dit maar even. Groot, hè? Is jammer. Wil jij van de kant gewoon mijn grote hoofd? Ja, geen? Dat zeker. Nou, dan ben ik in de gang. Kijk. Ja, woef. Kun je niet eens meer waar je het bakje met je stikjes hebt geloofd? Ja, dat zou wel niet. Nou, ik weet niet, Remt of Zink komt ook thuis. Dus ik weet het niet. Drie kwasten. Nou, dan is zo'n hoop. Rustig aan. De kranten moeten nog weg. De karton moet nog weg. De karton moet weg. De kranten moeten weg. Zegt u? Ik ben een knaaier. Hou hem gelijk even omhoog. Even goed omhoog. Het zit allemaal vlekjes aan. Even staan blijven hoor. Oh. Nou.
zo. Loop even naar de poort met je nek. Hou je hem boven. Telefoon. Hou je hem boven de schutting. Oh, is daar ook video van? Oh, goed zo, goed zo. Dus het was wel een leuke dag. Nog wel, ja. Hoe laat vertrekken jullie morgenochtend? Ja, dat klopt. Jullie worden 2 uur hier verwacht. Ga je met Martin Heer? Goed zo, dat. Ja, ja, maar jullie worden, want s'avonds om 10 uur komt nog een transportbataljon terug. Oh. Ja, die aankoop, die zijn moeder die hier werkt, die zei dat hij s'avonds om 10 uur aankwam. Ja. Ja, dat dus. Ja. En waar zit je nou in Split in een hotel? Wanneer ben je daar aangekomen? Vanmiddag. Wanneer ben je uit Lukovac vertrokken? Oh, met konvooi gewoon. Ja, ja. Hoe was het afscheid daar? Oh, snel. Nou, ja, maar, nou, oh, omdat er nog zo'n groep achterbleef. Dat is best lullig. Nee, nee, dat weet ik wel, maar dat zeiden wij al, dat is best lullig. Ja, en ben je lekker bruin? Oh. Oh, nou, het is hier op het moment ook constant 30 graden, dus nee, nee, maar anders warm als bij jullie, denk ik. Veel benauwder hier. Praat je door een of ander iemand en ze verwachten dat jullie 2:30 ongeveer door de deuren komen. Dus, nou ja, dan zijn wij er wel. Hè? Ja, nou ja, we staan er wel hoor. Dacht je dat we er niet zouden staan? We zorgen wel dat we vroeg genoeg zijn hoor. Ja, en verder alles goed met je? Want we hebben niet zoveel post meer gekregen. Oh, ja nee, maar het is alweer ruim een week geleden dat wij post van jou hadden. Een kaart. Oh, oh nou ja, maar dat is alweer, dat was zaterdag, vrijdag alweer een ruim een week geleden. Dus het is nu al 1,5 week geleden dat we de laatste kaart gehad hebben. Oh. Kennen jullie ook voetballen kijken daar trouwens? En nee, ja, gekeken, 2-0. 2-0. Die andere was afgekeurd omdat ze Rijk had verkocht schupte. Ja. Hier houden. Oh. Oh god, verbeterd. Nee, nou ja. Maar goed, nou verder heb ik niks. Nee, nou, ik zat al steeds, want oma Piet had ook al gebeld, dus stoof ik ook naar binnen. Ik denk, oh, dat is misschien Edeling. 9:30 gewoon. Ja, ja, en nou, we waren weer al wat thuis, dus Remco Benedict zijn vanmiddag aangekomen, die zijn er al. Die zijn er al, ja. En ik moet jullie de groeten doen. Groetjes terug. Ja, Remco liggen ook nog buiten, dus. Nee, dus, nou, dan zien we je morgen weer wel. Ik heb geen vrienden tussen al die mensen, het zal best druk zijn. Maar Remco Vink komt ook terug en hij heeft Mirjam van der achternaam dan. Orenman? Orenman, oh, want ik heb een hele lijst. Hadden we de laatste keer een zoekste werk mee gekregen. En ja, ik wist niet hoe zij van der achternaam heette. Is dus, het? Ja? Zij is al begonnen. Ja, dat is niet. Oh, nou, dat is toch goed? 9:30 zou je nog? Nee, 9:30 staat erin. Dat is een kamer. Oh, nou dat regelen we wel een keer. Maar je bent wel weer blij dat je naar huis komt. Gelukkig wel, wow. Hoezo? Oh, ik zat er bijna niet in. Hij is straf. Oh, kom maar joh. Oh. Kom maar joh. Schiet in. Oh, wanneer? Ja. Vraag nog. Het is een van los zoals je het hoort. En dan komt het aan het schieten. Oh, dat was toen je nog in Lukovac zat. Dat is een herinnering die vlak van zo'n ja, ja. Nou ja, gelukkig. Je zit nou daar, dus nog even in de rit uit. Hè, de uurtjes zijn uit te tellen. Maar straks wel? 10 tegen. Ja, ja. Nou, hij staat er klaar hoor. Dus. Ja. Ja. Oh, je valt weer weg.
Nee, voor jou. Nou goed, tot morgen. Ja? Moet jij hem nog even hebben, Gerrit? Nee, dat zit hij morgen wel. Ja, nou, tot morgen. Slaap lekker. Ja? Doei. Thank you.
Ik ga weer weg hoor. Ik vind het niet leuk zo. Er is nog wat achter, of niet? Dat heb je van Beb en Wim. Ik ben stijgen hoor.
heb er een leeg. Wie staat ernaast? De minister van Defensie. Gelet het koninklijk besluit van 4 september 1992, nummer 92.008136, en doe de herinneringsmedaille VN Vredesoperaties United Nations Protection Force aan de rotatie 1 van het eerste Nederlandse VN Sportcommando, omdat zij in alle opzichten een goede plichtsverdachting en een goed gedrag hebben getoond tijdens hun uitzending. Schadenhagen, 26 augustus 1994, getekend de minister van Defensie, Dr. Ingenieur J.J.C. Voorhoeven. Officieren, korporaals en soldaten van het sportverband. Met het uitreiken van de medaille wordt onderstreept de grote waardering voor de vervulde taak, vaak onder moeilijke omstandigheden. Al in mei vorig jaar waren de eerste signalen bekend dat de logistieke eenheden misschien uitgezonden zouden worden naar de voormalige Joegoslavië. 125 stadcompagnie en 102 aanvoerdersbataljon werden daarvoor geëerd. Maar pas officieel begon in september vorig jaar met voorbereiding. De ondersteuning van Tuchtbad, waarbij nog niet bekend werd wat precies de opdracht en wat precies de locatie zou zijn. Er moet een nieuwe eenheid worden opgericht. Iets unieks voor de komende landmacht om in zo'n kort termijn een logistieke eenheid uit de grond te stappen die een moeilijke taak moest vervullen, terwijl het niet bekend was wat het precies allemaal in zou houden. Opvallend groot was het aantal dienstplichtigen wat zich vrijwillig melden. En hun inzet en motivatie was uitstekend. Hetzelfde geldt voor het beroepspersoneel. Ondanks het feit dat een groot deel wist dat tijdens hun verblijf in voormalige Joegoslavië een eenheid zou worden opgeheven, was er niets te merken aan hun inzet, enthousiasme en motivatie. Op 1 januari zou de eenheid gereed moeten zijn voor uitzending. Ondanks alle moeilijke zaken, al onbekende zaken, is dat gehaald. Maar toen werd de uitzenddatum verschillende keren verschoven. En dat was echt schrikkelijk. Verschillende keren moest hierbij afscheid worden genomen. Maar eindelijk, begin februari, was het zover en begonnen we aan de verplaatsing in fases naar Joegoslavië. Maar al tijdens de verplaatsing werden alle zorgvuldig opgestelde plannen uitgehaald. Niet eerst in alle rust het sportcommando opbouwen en vervolgens de debat ontplooien, maar de voorstelmannen beslisten dat het net andersom moest. En toen ook nog het tweede schip wat uit Nederland vertrok als eerste aankwam, omdat ook nog wel uit. Veel moest er geïnteresseerd worden. Veel aannames leek anders dan wij gedacht hadden. Toen de sneeuw gesmolten was, werd ik basiskamp smerig en stof. Maar in Nederland heeft dat meer stof doen opwaaien dan bij u. Er is keihard gewerkt om van een smerige rotzooi een goede werklocatie en goede leefomstandigheden te creëren. En nu is het bijzonder toeven in uw moeras. Dat is dankzij de grote inspanning. In die periode één ernstig ongeval. Jean van Manen stortte met zijn spoeldozer van een 10 meter hoge helm. En liep een heupfractuur op. De bedurfde dat u kan melden dat inmiddels meer dan dagen aan het werk is. Bij de taakuitvoering werd er veel gevraagd aan inventiviteit en creativiteit. Om dit pad dat uiteindelijk op 2 locaties werd geblokkeerd van al het nodige te voorzien. Vooral de lange routes vanuit Splits naar de eenheden waren veel problemen. Vaak werden losse wegen afgesloten, tunnels diep onder en konden er niet meer worden gebruikt. Tolheffingen van plaatselijke overhoofdmannen en wel of niet vaak in de vierponten. Maar ondanks dat wist ik iedere keer weer oplossingen te vinden om de ondersteuning waar te maken. U heeft veel meegemaakt, vaak getreiterd,
uitgetakeld. U hoeft iedere keer weer bij te zijn. Beschoten. Sommigen hadden u zelfs gegijzeld. U hebt verschrikkelijke dingen gezien. Dingen die je nooit meer vergeet. Nooit meer kan vergeten. Traumatische ervaringen. En u bent u terug. En u wordt dat u verwacht dat u even opzet. Werk en thuis. Dat is niet zo eenvoudig. En vooral niet omdat wij niet altijd voldoende begrip hebben. En dat is niet bij onwil, maar omdat wij het niet hebben ervaren. Wij hebben het niet meegemaakt. En daar kunnen wij het niet invoeren, te begrijpen. Dat gaat ook voor het thuisfront. Zij hebben het ook moeilijk gehad, maar op een andere manier. Zorg over u, onzekerheid, maar ook praktische problemen die soms moeilijk konden worden opgelost. Met name wil ik hier noemen de activiteiten van het thuisfrontcomité. Die hebben het thuisfront daar mogelijk met raad en daad bijgestaan. En ook hebben ze zojuist hun visitekaartje, maar ook hun meegevoelen aan u duidelijk gemaakt. En ik wil de leden van het thuisfrontcomité van harte danken voor al hun inspanningen. Als er problemen zijn of gaan ontstaan bij het omzetten van die knop, dan is dat niet iets waar u zich voor moet schamen. Het is normaal dat mensen die traumatische ervaringen hebben opgedaan, soms moeite hebben om dat te verwerken. En ik raad u dan aan, als zoiets gebeurt, meld het overuit. Wij hebben in de Koninklijke Landmacht prima hulpverleners. Die kennen situaties die opstaan, want ze zijn er zelf geweest. En ze zijn klaar om u, als dat nodig is, te helpen. Valse schaamte is in deze niet op zijn plaats. De missie is voltooid. Uw taak is uitgevoerd. En wel op een voortreffelijke wijze. Nationaal en internationaal hebben u veel respect afgedwongen. Commandant van de Vrijmacht in Bosnië-Herzegovina heeft 14 dagen geleden nog zijn grote waardering uitgesproken aan onze minister van Defensie over het professioneel functioneren van Dutchcraft en zijn supportermacht. En als een Engelse generaal daarbij zegt dat hij grote professionaliteit nog niet in zijn eigen leger heeft meegemaakt, dan is dat echt een groot compliment wat zo'n man kan geven. Ik sluit me daar graag bij aan. U hebt een moeilijke taak onder moeilijke omstandigheden voortreffelijk vervuld. Bedankt, zeer bedankt.